Kleurrijke kleding en swingende muziek, dat was de sfeer vanmorgen tijdens de Polo Waka, die is georganiseerd in verband met de Dag der Marons. Op deze dag wordt stilgestaan bij de strijd die de Maron-voorouders hebben geleverd tegen onderdrukking en ook voor de vrijheid. Het wordt niet alleen in Suriname herdacht, maar overal ter wereld. De aanzet voor de Polo Waka is gegeven door vicepresident Ronnie Brunswijk en enkele hoogwaardigheidsbekleders uit Afrika. We hebben enkele sfeerbeelden voor u. De eerste viering van de Dag der Marons in Suriname was op 10 oktober 1974 en vanaf 2010 is het een nationale vrije dag. En tot zover onze verslaglegging in verband met de viering van 10 oktober.